Ja, dat staat weer hetzelfde. Dus die spullen moet je in de tas doen. Moet je in de staart trekken. Ja. Snoep. Snoep geven. En je mag alleen maar eten. Dan krijg je eigenlijk wat je leuker hebt gegeten. Dat komt van avond. Oh, er zit een klein aapje bovenop. Aapje. Ja, dat weet ik niet. Ik zal eens kijken. Maar die smaakt. Mag ik je met een keer omhoog? Mag ik mama? Mag ik mama omhoog? Laat ze gewoon aan. Gewoon een bruggetje bouwen, Char, dan komt hij wel. Maar eentje arm uitsteken. En ik wil niet wat je omhoog. Mama, dat is af. Wilke, blijf je even liggen.
Dan neem ik wel zo'n koe. Dat is in het plakje, hè? Ja. Dat is het plakje. Ik vind niet zie je dat, een pijntje? Lief, hè? Dan weet je dat je vinger een patatje is, hè? Met een baby. Ja, ik ga weer naar de kerk. Hoe moet je nou verder omhoog? Lona. Hij is klein. En wat was de tweede pijp? En dat was de Ja, nou die ging naar Lente, ging ze even halen. Heb jij ook die van Zwitser? Nee. Ja? Oké. Okay. Nog een apen. En neus weer. Ja, het is weer. Zie je? Ja. Ja, ja. Goed ook. En ja, dan zet je een bloemetje. Ja, maar. Simon, je moet een filmpje maken. Ja, afgezet. Ja. Nou wil ik wel eens op mij zijn. Ja, ik snap het wel. Ja, maar je, dat is ook bij de kapucijnaapjes. De kapucijnaapjes gebruiken hun plas als parfum om de fruitjes te versieren. Maar hij plast overheen. Het kan best zijn dus bij honden ook vaak even. Ja. Een plassen en dan doen anderen overheen plassen in plaats van verder die de baas niet heeft. Mooi, hè? Oh, hier, kijk nou, wat geweldig. Kom, als jullie hierheen komen. Als jullie naar de voren staan, maken we een foto van jullie drie. Dan kunnen hier staan, maak papa een foto van die drie. Om zessen. Er zitten iets van vier in de struiken. Ga er even voor staan, dan kunnen we een foto doen. Kijk dan, hier. Kijk. Oh, kijk hoe die zit. Mooi. Hier dat hij ook zo gaat zitten. Om de zon te pakken. We doen aalscholvers. Ja, papa. See you guys! Yeah.
Appie is aan het slapen, hè? Hij wil iets geks bij zijn billen. Bonobon. Een beetje gekke billen heeft hij. Ja, een beetje gekke billen, hè, met zijn... Ik zie er nog één daar. Kijk eens daar.
Nootje, wil je binnen gaan kijken? Dan kan je nog dichterbij komen. Dan moet je kijken. Hoe grappig dat ik dat doe. Slim, hè? Jabbe? Ja,
nodig zijn als wij naar beneden kunnen zonder onze benen te breken. Het is voor jullie misschien leuk om te zien hoe we verzorgen heel snel naar beneden komt. We hebben één voordeel, stand zonder ons kan er niks beginnen. Dat scheelt altijd. Hè? En die zit in het midden. Vriendvrij. Jan Bo heeft recht op alles wat hij wilt hebben. Ik kom daar niet mee weg thuis. Jan Bo wel. Alleen, je zag die dame even twijfelen, vervolgens bij het water gaan zitten. En ze mocht het opeten. Wat is hier nou aan de hand? Jan Bo is bang voor de gracht. Waarom? Ja, daar is hij niet mee opgegroeid, dat kent hij niet. En daar kun je dus gebruik van maken, vandaar dat ik zei buurtvrij. Heb je namelijk iets wat Jambo wilt hebben, ren je heel hard naar de gracht toe, mag je het op gaan zitten eten. Waarom dan pas? Zoals je ziet, Jambo heeft recht op alles wat hij wilt hebben. Goed geregeld, hè? Ja. Dat is Moto, de jongste Loresmeerkat. Die denkt altijd dat hij wat groter is. Eén voordeel voor die Loresmeerkat is, ze zijn veel sneller dan een gorilla. Ja, gorilla's delen dus geen eten met elkaar. Achterin zie je een wat grotere gorilla bij Jabari gekomen. Dat is de moeder van Jabari. En dat is gelijk de oudste gorilla die we hebben, 43 jaar oud. Ze worden gemiddeld een jaar of 50. Het is dus een beetje de oma van de groep. Dan zou ik zeggen, ja. Dan zou ik hier staan, denk ik. En dan zijn er voor. Ja, alleen. En dat is een huzaraap, Lore heet ze. Lore is een jong vrouwtje. Leek net als een Loresmeerkat bij de gorillas op het eiland. En wat zo bijzonder is aan huzaraapen is dat het de snelste grondleefaap ter wereld zijn. Als zij rennen op hun hart, halen ze ongeveer zo'n 55 km per uur. Mochten ze een conflict krijgen met de gorilla, dan rennen ze hem er makkelijk uit. Want Jumbo haalt in een sprintje maximaal 30 km per uur. En toen had Stichting Aap net één dier binnengekregen uit Spanje. Dus degene die rechts zit is een oude huisaap. Jumbo die heeft dus 6 vrouwen. Ja, zo, hij liever dan ik. Welke mannen kijken hier nog meer verlekkerd naar? Dat is toch mooi geregeld zo. Hè? Maar Jambo heeft dus 6 vrouwen. En bij al die vrouwen heeft hij op het moment jongen. Zo even alle dames van ongeveer 80 cent die je kan vinden. Kun je gebruiken bij ze. Bij de orang-oetans. Ik kom er zo op terug trouwens hoor. Met het van Jabari af, wat? Ja. Bij de orang-oetans. Ze gaan in ieder geval niet met een bommetje in. Wie denken er allemaal dat we wel eens kunnen zwemmen? Er zijn er toch nog wel wat. Wie denken er van niet? Ja, ik zeg er heel altijd van niet. Ja, inderdaad. Wie hoopt er van niet? Nou, dat is de eerste stap van borstelen. Maar verder dan dat komt het niet. Voor jullie zijn mensen aan. En mensen kunnen van nature niet zwemmen. Wij hebben ons zwemles gemoeten. 3, 2, 1, borstelen maar. Behalve dat er wat ruzie is rechtsachter, niet veel hoor. Jumbo is niet bepaald op de indruk. Dat lag niet aan jullie, dit voor jullie is het fantastisch. Wel een beetje de uitvoering. De gorilla doet op een andere manier dan de meeste mensen doen. Wij maken een vuist, de gorilla maakt een kommetje van de hoofd. Normaal gesproken hebben we er een filmpje bij. Maar die doen het nu niet vanwege het scherm. Gelukkig hebben we Arun die het perfect voor kan doen. Ik wel hoor, ik lijk ook wel op Jumbo. Die maakt een kommetje. Stan denkt dat hij mij te pakken kan denken. Ja, dat zei ik wel toen nou. Als ik met die oude sta. Normaal gesproken als je zegt, borstroffel doe je zo, hè, Tarzan. Komt er een ara over vliegen, komt niet in Afrika voor. Maar goed, zo kennen we de borstroffel. Het nadeel voor ons en de gorilla's is, vuisten zijn pijnlijk. Als je nou dezelfde handeling probeert met een kommetje van jou, komt er ook veel meer geluid uit dan met je vuisten. Dat doet een gorilla. Nou, zul je alle gorilla's een borstroffel zien doen. Alleen om verschillende redenen.
bij die kleine gorilla's, daar zie je hem eigenlijk het vaakst. En daarmee geven ze aan dat ze het spelletje wat ze aan het spelen zijn heel leuk vinden. En door willen gezien zijn, als u een route vervolgt, van de linkerhand komt u weer op Gorilla-eiland aan. En dan zitten ze weer op half vier. Daar hebben we nog een voeding en dan hopen wij te winnen. Nee, dat zijn de leeuwen staart Mako. Makaak. Leeuwen staart Makaak. Kijk daar in de boom. Mooi hè? Water! Ja,
kijken naar dit voetje. Dat is een voetje. Nee. Oh ja. Ja, je hebt een hartje. Dat is best knap inderdaad, ja. Precies op de kaas kunnen springen. Ja, dan moet je een andere meteen. Ja, door in het bos met de oude hoeken, die komt door de bomen heen. Ja. 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 Het is leuk, gewoon een boom met je en kijken of je van die boom daar. Hij heeft ook doorwijs hoor. Is dat een apen? Nee, die ook weer. Moet de opa gaan leven. Nee, onder de hoor. Ja, makkelijk. Thank you.